Mimoen, op wie lijk je meer? De brutale snitselbakker of de brave huisvader? Tja, nou zeg het maar. Goeie vraag. Ja, je bent natuurlijk vader nu. Ja, zeker. Nou, ik denk dat het wel een combinatie is van beide. Want wat je doet als acteur is, dan vergroot je toch iets van jezelf uit. Ja. En natuurlijk dat schnitzelparadijs en al die rollen die daar mee te maken was hadden. Dat is heel grappig ook. Ja, maar het is gewoon heel leuk, want je mag eigenlijk gewoon onbeschaamd, gewoon arrogant en agressief en ik wil zijn. En het is heel erg leuk om te doen. Ik heb echt heel erg gelachen toen bij die film, bij de opnames. Ja. Maar ik moet je zeggen, in het dagelijks leven, ja, weet je wel, is het ook gewoon wat rustiger, zou ik maar zeggen. Je bent gewoon bezig. En ik ben eigenlijk op een bepaalde manier heel saai. Je bent veel aan het lezen en dingen aan het verdiepen. Ja. Dus ik loop niet de hele dag mijn buren uit te schelden. Nee, maar ja, goed, Je hebt twee gouden kalveren, hoorde ik net. Dus je mag ook af en toe even rust nemen. Ja. Maar nu even niet, want de film is nu ongeveer afgelopen. Uilenbal, want die heeft de première op het Cineket Festival. Ja. Heb je al iets van reacties gekregen? Nou, ik heb mijn telefoon natuurlijk uitstaan voor de dingen. Maar als er wat binnenkomt, ben je de eerste die het hoort. Ben je er trots op die film? Ja, zeker. Het is een ontzettend mooie film geworden. Wat ik in het begin al aangaf. Ja, ik vind vooral die kinderen, en vooral hier bij de hoofdrolspelers, het ongelooflijk goed doen. Kijk, als acteur, ja, ik ben nu, weet je, zo rond de 40. Ja, dan ga je ook op een andere manier naar dat vak kijken. En je ziet gewoon echt zo'n kind, zo'n talent, totaal niet verpest, zeg maar, helemaal open, puur erin staan. Ja. Het is echt heel erg leuk om daar in bij te dragen. Die film, Uilenbal, dat gaat over de 8-jarige Merel. En ze is net verhuisd en ze probeert vrienden te maken, maar dat is best heel moeilijk. En jij speelt haar vader. Klopt, ja. Laten we even kijken naar een klein fragment. Security! Hey, lig jij nog niet in je bed, dametje? Nu wel. Ja, ja. Hou op, ik durf niet meer te werken zo. Ik doe meer het voorvak, oké? Oké. Ja, je speelt de vader van Merel, gespeeld door Hiba. Je noemt hem net al, Gavri. Ja. Hoe ging dat? Ze is volgens mij een talent. Ja, zeker, absoluut. En want het is niet niks. Ik bedoel, voor een gemiddelde, weet ik wel, iemand van 20 of 30 of 40 is al een hoofdrol spelen heel pittig. Gewoon uitputtend op de set vaak. Mm. Maar elke scène weer stond ze weer helemaal klaar en energiek en te springen. Ja. Dus wat ik zeg, gewoon helemaal in de rol. En het begon eigenlijk met de eerste repetitie dat ik dacht van ja, dit is gewoon heel goed gecast. Ja. Dus heel goed. En kan je zo'n kind dan ook helpen? Ergens wel. Ik merkte in het begin bij de eerste repetitie. Maar je bent ook coach, hè? Presentatiecoach ben je ook. Ja, zeker. Nee, dus ik probeer ook wel een beetje te kijken van hoe zit het dan psychologisch, zou ik maar zeggen. Maar ja, wat je dan bij de eerste repetitie doet. Kijk, zij moet op een gegeven moment heel gek bewegen. Want deed het een muis onder de kleren. Die probeert ze te verbergen. Maar het is gewoon raar. Want je staat gewoon met 8 volwassen mensen in een ruimte. Als kind moet je dan een beetje doen. Ja. Electric boogie op niks af. Dus wat je dan wel doet, is dan deed ik gewoon mee. En gewoon echt vol en allemaal. En dan op een gegeven moment denkt ze, nou, dat is eigenlijk helemaal niet gek. Ik kan het zelf ook. Ja, dus op die manier probeer je het wel een beetje te zorgen dat jij net iets belachelijker bent dan zij. En dan valt het wel weer mee wat zij doet. Ja, leuk. We hebben er even gesproken, net bij de première. Ik ben benieuwd. Kijk maar even. Nou moet jij, Hiba, in de film spelen met Mimoen. Ja. Hoe was dat? Ja, dit was heel vet, want ik ken hem ook van de tv en Birgit Schuurman ook al. Dus ja, dan zo vet om naast, zeg maar, bekende mensen te staan. Ja. Nou speelt Mimoen, die speelt jouw vader, hè? Hoe was dat? Hoe was hij als filmvader? Ja, dat is echt heel grappig, want hij is echt heel klunzig en zo. Dus ja, hij kan het echt heel goed doen, dat wel. Wat was nou het allerleukste aan Mimoen en waar moet hij nog een beetje op letten? Nou, ik vond Mimoen heel grappig doen, want hij kan het echt heel leuk spelen ook. Maar wat ik zou veranderen, ik zou het niet weten, want ik heb ook weer niet zoveel dat weet over filmen, dus ja. Och, wat een heerlijk kind ook, hè? Brutale, leuke, lekker fris. Ja, lekker zeker. Fris. Ja. Want het kan wel eens misgaan met zo'n film, want dan krijgen ze zoveel aandacht, maar geen last van. Ja. Het is je eerste kinderfilm? Waarin je speelt? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, is het zeker bevallen? Ja, absoluut. Het is een heel andere genre, andere toon, et cetera. Veel liever en leuker. En wat is het grote verschil tussen spelen met je medeacteurs en met van die frisse kinderen? Nou, is eigenlijk de toon, hè? Want sommige films, zeker in Nederland, best wel een soort van harde toon hebben. Je zegt ook dat Schnitzelparadijs is natuurlijk heel geestig, maar het is ook best wel heftig of zo, weet je. Ja. En dit is veel liever, leuker. En het zit ook in de film, in de muziek, de dans. En dat vind ik ook wel een hele leuke atmosfeer, zou ik maar zeggen, om daarin te spelen.